Zo, ik heb net even een nieuwe bodykit gehaald voor de auto. Mooi jongens, ik was net eventjes bij de winkel binnen. En daar was er zo'n karretje, daar had ik een beetje problemen mee om hem eruit te krijgen en al die dingen meer. Dat is trouwens lekker spul of niet, wat hier staat of niet. Even kijken. Oh, heerlijk. Nou, dankjewel. In mijn geval op het karretje stond voor, kun je het zien? Dus ik schreeuw keihard, nee natuurlijk niet man. Dus die hele zaak was helemaal op de kop. Ik zeg, yes. Er staat, kun je het zien? Ik zeg, ik kan niks zien, want het staat erop, jong. Oh man, wat jammer niet meemaken in de stad, jong. De sneeuw is bijna weg. Heel gaaf, jongens. Net nog even met een groep gasten gepraat, die hier aan de zijkant stonden. Heel goed gesprek gehad. Over een man, die hun ook kende. Gaaf, jongens. Oh, hij wordt steeds beroemder. Heerlijk. Oh man, geweldig, jongens. Kijk eens, bankje. Kun je genieten, jongens? Oh. Nou, even goed nieuws. Omdat alle sneeuw weg is. En ze hadden het over de avondklok. En eerst werd die afgeschaft. En toen was die weer blijkbaar ingevoerd. En toen wisten heel veel mensen het niet. En al die dingen meer. En ze wou een soort van parties buiten gaan houden. Wat ook niet doorgegaan is. Ja, dan ga ik een leuk flesje halen voor mezelf, weet je. Dus dat moet vanavond even gevierd worden. We vierden helemaal niks. Want er is niet veel veranderd. Dus ze zitten nu aan de sinaas. Nou, er zit geen alcohol in, hoop ik. Dan mag ik niet op straat lopen. Gaaf, jong. Wat is dat nou? Ah, een nieuwe discotheek. Wacht, ik kan het jullie laten zien. Zie je dat? Daar binnen. Mediacamera online. Ah, gaaf, jongens. Oh, man. Ik moet even aan sport doen, jongens. Kijk dit dan. Zie je dat? Laatst was het de straatlamp buiten. En nu is het dit flikkerlicht. Heerlijk. Ah, ik mag dat wel, jongens, zulke keetjes. Ziet er een beetje spooky achteruit. En ja, we gaan binnenkort ook nog eventjes doorstoten naar verlaten panden. Oh, dat is mooi, jong. Kijk dan. Zie je dat? Wow. Wat zou ik hier graag mijn bed neerdroppen, jongens. De hele nacht genieten van het licht. Ja, ik kan ook zoiets maken op mijn eigen kamer. Dan pak ik gewoon twee stroomdraden. Een plus en een min. 230 volt. Rechtstreeks uit je stopcontact. En dan pak je gewoon een starter. Je weet wel, voor een Tialbuis. En dan knip je één draad door. Je zet de starter ertussen. Lampje erin draaien in de fitting. En dan heb je dat licht. Ja, we weten wel iets van stroom af. Nou ja, als je één keer 150.000 volt hebt geschakeld, weet je ook dat. Mooi jongens. Maar dat is een ander verhaal. Daar gaan we even niet over lullen. Oh, gaaf jongens. We gaan eens eventjes kijken waar we vandaag uitkomen. Nee! Nou hoop ik dat het vroeg is. We gaan even kijken hoe laat het is. Oh, we hebben nog tijd. Wij moeten posterprit gaan kopen in de winkel, zo moet ik het zeggen. En dan willen wij de hele studiomuur van strak boven in de hoek tot helemaal onder allemaal met foto's gaan maken. Dus dat moeten we vanavond niet vergeten, anders zitten we heel erg boos thuis op een bank. En dan denk ik dat ik die bank ga overvallen, weet je. En dan zet ik hem op straat, ga ik er tegenaan rennen en dan zeg ik heb een bank overvallen, weet je. En dan lig ik letterlijk naast of achter de bank. Ja jongens, denk daar maar eens over na. Hoi. Mooi jong. Heel gaaf. Kijk eens naar al die sfeerverlichtings, jongens. Oh. Ja, geniet hè, om buiten te zijn in coronatijd. Oh. Kijk even hier jongens, zie je dat? Wow. Het lijkt net op Oersgang, maar dan anders. We gaan even kijken of we dit paadje kunnen pakken. We houden wel van die verlaten steegjes. Heerlijk, jongens. Oh man, even kijken of we sinaas kunnen leegtrekken. Oh, lekker, man. Genieten. Even kijken, jongens. Dat is altijd wel wat triest, eigenlijk. Want voordat je naar buiten gaat, heb je eigenlijk geen zin om te lopen. Maar als je dan buiten bent, voel je die sportactiviteiten weer van het lopen. En als je dan 's avonds thuis komt, dan heb je altijd zo'n heerlijk gevoel. Hè? Dat kennen jullie wel of niet? Als jullie dat kennen, zet het ook even onder de video. We gaan eens even kijken of we de Jumbo kunnen gaan bezoeken, of niet? Ja, daar is een Jumbo. Moeten we alleen even kijken of we door de poep gaan lopen of gewoon op straat. Dit keer wordt het gewoon op straat. Heel gaaf, jongens. Oh. Even kijken, jongens. Kijk eens wat een bult sneeuw. Kijk eens wat een bult sneeuw hier nog ligt. Zie je dat? Wow. Ja, er was de laatste keer een autootje. Die hadden ze daar neergezet met een soort van schans. En toen kwam er zo'n legertank aan.
En die klapte zo helemaal bovenop het autootje en die reed vol gas reed die weg. Dat is trouwens ook een hele mooie opname geworden. Heel erg gaaf. Ja, de mensen kijken zelfs van bovenaan de flat van, zit hij nou te bellen of is hij nou tegen een camera aan het praten? Nou, ik ben gewoon een vlogger die op straat loopt op een hele normale manier. Tenminste, daar gaan we vanuit. Gaaf jongens. Hoogspanningshuisje, ook altijd heel erg gaaf. Als je binnen mag kijken, nergens aankomen. Dat doe je ook maar één keer in je leven. Gaaf jongens. Oh. Wacht, ik kan het jullie laten zien. Dan hoop ik dat ze ook een prullenbak hebben. Om dit dingetje te droppen. Kijk, ik laat jullie zien in de vlog. Zo, gaan we even het dingetje weggooien. Snoep gaat er ook gelijk in. Kijk, let op. Het staat hier niet op. Wacht, deze was het. Zie je dat? Ik had gelijk gehad dat het er gewoon staat. Ik heb het gezegd. Dus dit is wel super gaaf. En die moesten we even rustig doen omdat er een gast naast me stond. Maar dat was, ja, deze winkel was dat. Heel gaaf. Yo, en de kast hier vroeg zwaait nog. Gaaf jongens. Ah, heerlijk. Echt super gaaf jongens. Nou, dan gaan we nog even kijken of we er omheen kunnen lopen. Dat is ook wel super gaaf. Nou, als we dadelijk nog eventjes een gast bellen die we kennen. Maar dat gaan we vanuit de studio gaan we dat doen. Dus dat is ook al tripper. Wat heb ik nog meer voor jullie te melden? Nou, eigenlijk niet veel eigenlijk. Het is alleen super gaaf dat we de, ja, net voor de avondklok nog eventjes op straat kunnen gaan lopen. En daar zijn we super blij mee jongens. Zo, even een briefje op de post doen. En zijn we naar Amsterdam terecht gekomen? Nee,